Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft met succes een kinderhartmissie in Suriname afgerond, waarbij 9 kinderen met aangeboren hartafwijkingen in 10 dagen zijn geopereerd. Ministerie van Volksgezondheid, minister van Volksgezondheid, Amar Ramadin, sprak zijn waardering uit voor de samenwerking tussen het Nederlandse team en Surinaamse zorgprofessionals. De operaties vonden plaats in de verbeterde faciliteiten van het AZP, wat zorgde voor efficiënter werk. Met steun van extra budgetten streeft het ministerie naar een jaarlijkse voortzetting van deze missie om de zorg voor kwetsbare kinderen in Suriname te versterken. In het dorp Witagrong Sipaliwini is een nieuw waterzuiveringssysteem geopend dat de gemeenschap van veilig drinkwater voorziet via zonne-energie en oppervlaktewaterzuivering. Met een capaciteit van 3 kubieke meter per uur voorziet het systeem de circa 100 inwoners continu van water. Het project Samenwerking tussen Suriname en België wordt 2 jaar onderhouden door het Belgische bedrijf BOSAC, waarna de dienst watervoorziening het beheer overneemt. De DEA en het parket van de procureur-generaal in Suriname hebben gisteren een memorandum of understanding ondertekend om samen te werken tegen drugshandel, witwassen en gerelateerde grensoverschrijdingen en misdrijven. De MOU werd ondertekend door Renita Forster van de DEA en procureur-generaal Gracia Paragsing van Suriname, met respect voor de soevereiniteit van beide landen.